Moja. Daar heb je helemaal geen lol in, hoor. Hoor je mij zeggen dat ik lol had? Wat is hier dat, hoor? We hebben nou een prachtig uitzicht op het ANA-leger. Wat vind je van dat leger? Ja, zoals ieder leger. Je hebt er goede lui bij en je hebt er echt trutsers bij. Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken. Je moet het niet gaan vergelijken met ons leger. Want wat zou het verschil zijn? Wat missen zij? Vooral de cultuur. Insula. Als Allah het wil, dan... Kijk, als je op die manier ook gaat vechten, als Allah het wil dat ik hier kapot ga, dan ga ik hier kapot. Kijk, bij ons is dat natuurlijk toch professionele. Bijvoorbeeld ID-verhaal, wij searchen, we doen ons dingetje. Ja, die luiden rijden gewoon, dan is het eentje boem, dan boemt er eentje. Dan vind ik het best. Dus ik denk dat het vooral cool. Als je kijkt naar de uitrusting, die zijn we tegenwoordig hebben ze best goed spul. De kerels zelf wel ook allemaal, zijn wel fanatiek. Maar vooral de cultuur maakt het verschil, denk ik. Hartstikke vroeg, maar iedereen slaapt al. En dat komt ook omdat ze wacht moeten lopen. Ja, het is toch een gek idee, want je ligt onder een dun zeiltje in Afghanistan. In oorlogsgebied. Maar goed, aan de andere kant is het een prachtige sterrenhemel. En wat dat betreft is het eigenlijk zonder het zeiltje te zitten, want anders had ik daar naar kunnen turen. Maar ik denk dat het vanavond nog wel pas gaat komen, want het gaat regenen. Spotters hebben op de berg twee man ontdekt met een witte zak die naar beneden komen vanuit de grot. En die moeten wij even onderscheppen en kijken wat er in die zak zit en even ondervragen. Dus het is actie. Ik wil eerst. Nou, die spotters zijn ondertussen onderschept door de ANA. En het bleken onschuldige herders te zijn, dus die zijn weer verder. Maar het leek de commandant toch handig om even een kijkje te nemen in die grot daar. Zo, Joey. Dus dit is hem dan. Oh. Romeo, hier Bravo. Hier, Bravo, is dit de befaamde grot die je bedoelt? Hier, Bravo, Roger uit. Bedoelen ze deze? Ja, dit is hem. En wat is het precies? Ja, dit het is meer een inkeping. Hier zaten dus die paksen. Die zijn naar beneden verplaatst. En toen de ANA's verplaatst. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat we voor niks de grot op zijn of de heuvel op zijn gegaan. Het uitzicht is fantastisch. Als ik het zweet uit mijn ogen krijg, dan prik ik nogal. Nou, dit was letterlijk het hoogtepunt van de dag. Daarna gebeurt er helemaal niets meer. Kortom, een bijzonder enerverende tweede dag. Ja, het is... 5 uur en het is ravijn en het regent. Ik ben blij dat we zelf het gehouden hebben. Ik heb niet zo heel goed geslapen, want ik was natuurlijk toch heel tijd bezig met het feit dat het regende. Dat is allemaal geen geluk. Maar goed, de tweede en laatste nacht zit erop. Opstaan. Goedemorgen. Dag 3. Het ziet er niet alleen treurig uit, het werk is dat ook.
We zijn verplaatst naar een ander gebied en terwijl de Afghanen weer op patrouille gaan, blijven wij de rest van de dag bij de voertuigen. Wachten. 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 En na mijn heerlijke middagdutje komt er dan toch een einde aan deze 3 dagen wachten. Wij gaan terug naar Kamp Holland. Op Kamp Holland bezoek ik de jongens van de Panzerhauwitzer, een rijdend kanon. Ik heb gehoord dat dit het gezelligste honk van Kamp Holland is, maar is dat ook zo? Het is absoluut het beste honk dat er is hier zo. We hebben gewoon goed voor elkaar hier. Maar zijn jullie cafébaas of hebben jullie ook nog een taak hier? Nee, we zijn uiteraard geen cafébaas natuurlijk. We hebben een Panzerhauwitzer, loopt er straks buiten poort fout, hebben ze daar hulp nodig. Dan kunnen we over een hele grote afstand, kunnen we indirect, door de lucht, met een boogje, kunnen we zeg maar met onze bom kunnen steunen. Dus dit is hem nou? Ja, dit is hem. Wat een indrukwekkend ding, zeg. Ja, hij is groot. Wat vindt de Taliban ervan? Ja, ze vrezen hem. Ze vrezen hem? Ja, het beest van DK. Ze hebben ook een naam ervoor. Ja. Hoe vaak staan jullie hier dan? Zo vaak als het nodig is. De praktijk blijkt als we in ons bed liggen, ongeveer 7 minuten staan hier. Maar dan is het ook sportbroek aan en rennen. En hoe vaak gebeurt dat? De laatste tijd heel weinig. Ja. Maar er wordt wel regelmatig geoefend. En vandaag schieten ze richting de Baluchi-vallei, zo'n 25 kilometer verderop. Maar de Howitzer kan zelfs tot 40 kilometer ver schieten. Ik kan even een bakje doen. Ja, dan moet je bij hem wezen. Ja. Nee, we hebben water en koffie. Ja. Wat missen jullie nou het meeste van thuis? Gezelligheid met de maten. Mis jij de maten erger dan je vriendin? Mijn vriendin mis ik uiteraard, maar op een heel andere manier. Kijk, de gezelligheid van je vrienden mis je. Het stappen en een biertje doen met z'n allen. En het, het knuffelen, gezellig bij de zijn, dat mis je bij je vriendin. Ja. Wat anders. Ik denk dat ik mijn vriendin wel het meeste mis. En voor de rest, ik mis in Nederland niet echt onwijs veel. Nee? En missen jou? Ja, dat mag ik hopen van. Ja, maar denk je dat het andersom erger is? Ja, dat denk ik wel zeker. Dat denk ik ook wel zeker. Ja. Schrijft ze dat ook of geeft ze dat door of bellen ze? Ja, zeker. Wat schrijft ze dan? Ze maakt af en toe van de gedichtjes en ze zegt het ook af en toe. Heb je er één, een gedichtje? Heb ik er één. Het blijft elke keer een strijd, als je weer weg moet voor zo'n lange tijd. Ik mis je zo ontzettend veel, het niet te omschrijven, het is alles in zijn geheel. Bij jou zijn is het enigste waar ik naar verlang, het wachten duurt alleen zo lang. Ik hou zo verschrikkelijk veel van je, René. Draag die gedachten maar altijd voor je mee. Het liefst van je schatje. Dat soort gedichtjes. Ja, dat vind ik mooi. Ja, een gedicht komt altijd harder aan. Ja. De ene keer heb ik wel andere gevoelens bij natuurlijk. Maar ze hebben het duidelijk moeilijker mee dan, dan met mij, zeg maar. Ik mis er ook onwijs, alleen dus, ja, ik ben hier met mijn werk bezig en met mijn dingetje.
Ja, ik vind het echt super te gek dat ik het krijg. Dat helpt ook zeker. Maar gedichten terugschrijven, dat misschien als ik met pensioen ben of zo.